opportunity to do it right. I mean, day one is so important. In day one, you start your communication with the press, with the people. Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Ja, meneer Ossaus. Appoint a non-politician to do that, because you're not attacked politically, and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play the complete naive guy. Het is heel gevaarlijk, want het is geen vaccin. Het is gentherapie die een immuniserende werking kan hebben. En dat zou goed kunnen, maar we zitten nog in fase 2-3 studies. En die zijn we nu op de bevolking aan het uitvoeren. En ik wil eigenlijk niet in dit debat te belanden, maar ik wil graag een reactie van u hierop. Is het gentherapie? You can play the complete naive guy. Ja, dat is een kwestie van definitie, maar dit zijn vaccins. This is an unpaid hobby, so it's not a profession or a function, whatever. It's really a hobby that flu commissioner thing. On April 24, 2009. Sjo, kom erbij zitten. Vertel even. We hebben een PCR-matrix gedaan, ja. Influenza-A-matrix. Die is positief, CT20,7. Wat is de achtergrond van de patiënt? Het is een kindje. Kindje uit Mexico teruggekomen. Ja, hoe oud? 4 jaar. Knetterpositief. Ja, dus dat zou betekenen dat we de eerste geval in Nederland hebben. Waar is die fles whisky gebleven? Wil je even vragen of Loep nou even de fles erbij brengt? Charlie, ook een klein beetje. Ook jongens, gezondheid. Net na 12 uur gisteravond heeft VWS een order geplaatst voor 34 miljoen doses. Succes. Okay, thank you very much, Mark.